Wees wendbaar. Ga je niet blind staren op hele specifieke meetbare doelen. Want die verleidingen zijn aanwezig, vooral als dingen worden aangestuurd vanuit management. Is ook heel begrijpelijk, maar het is een ontdekkingstocht. Het is een experiment. Het is iets wat je samen aangaat en waarin je ontvankelijk moet zijn voor allerlei soorten bevindingen en bewegingen. Waarin je dus ook op een wendbare manier een zo rijk mogelijk proces kunt aangaan met zo optimaal mogelijk resultaat. En daarbij betrek de belangrijke stakeholders op een manier dat het project, of het programma, of de beweging ook van hen is. Dan heb ik het over de raad van bestuur. Dat moet door hen ook echt gedragen, gevoeld en uitgedragen worden. Heel belangrijk. Dan heb ik het over een ondernemingsraad, vertegenwoordigers van de medewerkers. Dat moet door hen ook gevoeld en worden en zij moeten ook in geloven en uitdragen. Dan heb ik het over medewerkers van de werkvloer, ik heb het over leidinggevende, ik heb het eigenlijk over het hele palet aan stakeholders die daarbij betrokken moeten zijn, maar die ook het eigenaarschap moeten dragen. Ik heb dan zelf wel de rol van Chief Happiness Officer, maar ik zie het meer als een verbindende rol om al die groepen bij elkaar te brengen en ook het eigenaarschap te laten voelen en ook de ruimte te geven om hun dingen te kunnen doen, dan dat ik verantwoordelijk voor het proces ben, want dat werkt denk ik absoluut niet. Het moet echt van de organisatie worden en het is ook niet een project, het is een beweging die je ingaat en waar je eigenlijk nooit meer mee stopt, want het is een geloof. Als je er helemaal in gelooft, dan hou je er ook niet meer mee op. Hè? Dus het is een nieuwe manier van denken eigenlijk.